Dan wil ik hierbij Arno van Dam uitnodigen om plaats te nemen. Hij komt bijna bij jullie in zicht. Daarnaast wil ik ook weer even de aandacht voor een button die zal gaan verschijnen. Hij is er nog net niet, dus let op. Als het goed is, komt hij zo in beeld. Voor degene die dat betreft, druk er vooral op. Arno is de tweede spreker van het tweede deel. Hij gaat als ervaren therapeut, maar ook als ervaren onderzoeker, in op de praktijk van het gebruik van e-health. Wat drijft nou de behandelaar? En ja, Arno, ik wil jou graag het woord daarvoor geven. Ja. Het is handig als je aan deze kant gaat staan, geloof ik, omdat je dan... Oh, sorry. Ja. Hij is schoongemaakt. Ja, dan moet ik hem niet jou aangeven. Ja. Goed. Nou ja, dankjewel voor de uitnodiging om hier iets over de praktijk te vertellen. En nou ja, ik heb vanmorgen hele mooie dingen gehoord. Mooie ontwikkelingen. Ook die laatste vind ik heel interessant. Maar ik moet zeggen, uit de praktijk is het soms toch een heel ander verhaal dan wat je alleen zeg maar, uit onderzoek ziet. En ik zal anders eerst mezelf iets meer voorstellen zeg maar, uit wat voor soort rollen ik hier sta. Ik ben een groot deel van de tijd ben ik behandelaar in de GGZ, bij GGZ Westelijk Noord-Brabant. Dat betekent dat ik vooral psychotherapie doe met cliënten. Ik werk vooral zelf veel met boze mannen. Daarnaast ben ik manager en dat betekent dat ik verschillende teams aanstuur. En daarnaast ook onderzoeker. En een van de dingen die ik ook onderzoek is het implementeren van allerlei zaken, maar ook van e-health heb ik een aantal onderzoeken naar gedaan. En de reden daarvan is dat het gebruik van e-health in de GGZ is dat dat mij wat gemengde gevoelens geeft. Dat is, soms word ik daar heel blij van. Maar ook vaak niet. Omdat ik ook, en zeker in mijn rol als manager heb ik gemerkt, is dat we dan soms heel veel geïnvesteerd hebben. Dus heel veel moeite, energie, maar soms ook heel veel geld. En dat eigenlijk behandelaren dat dan maar heel weinig gebruiken. En nou ja, daar ben ik eens over na gaan denken. En dat interesseert me heel erg, die vraag, hoe komt dat nu? En eigenlijk het als eerste zou je af kunnen vragen is, waarom worden mensen behandelaar in de GGZ? Want daar begint het uiteindelijk mee. En dat is eigenlijk is dat mensen worden behandelaar in de GGZ omdat ze dat unieke contact met een cliënt, het persoonlijke verhaal, het idee ook dat jij iets kan betekenen in de ellende van anderen, dat is heel belangrijk. Dus dat is ook de romantiek van het vak zit er ook in. Dat je voorstelt dat iemand bij jou zit, voor het eerst over bepaalde trauma's vertelt. Omdat hij jou vertrouwt. Dat jij tussen de regels door dingen leest en ziet waarmee je een opmerking maakt en iemand kan helpen. Daarom doe je het. En zo worden we ook opgeleid. Dus als we kijken in de opleiding voor klinisch psychologen, psychotherapeuten, daar leren we vooral face-to-face met mensen te praten en te reageren op emoties. En we vinden ook nog eens dat dat hartstikke goed werkt. Dat vinden we leuk om te doen en het werkt goed. Dus dan kan je zeggen, als je dan gaat implementeren, dan sta je eigenlijk met 1-0 achter. Hè? Want het is, wij vinden het geen probleem, wij vinden het eigenlijk al heel leuk om te doen. En er is nog een tweede, we zijn een voetbalstadion, dus 2-0 achter gelijk, is dat we het ook ontzettend druk hebben. Dus de gemiddelde behandelaar die gaat van gesprek naar gesprek, weinig tijd om tussendoor nog over iets anders na te denken of andere dingen te lezen. En dat is dus de situatie waar wij als mensen die geïnteresseerd zijn dan in e-health en denken dat is goed en we hebben iets moois bedacht en we willen mensen dat laten doen in de praktijk. Ja, dat maakt het heel erg lastig. Hè? Mensen hebben druk en ze zijn nog eigenlijk al heel tevreden over hoe ze het doen. Nou, dat is het slechte nieuws. Daar wil ik toch ook daarna overgaan tot goed nieuws, omdat er zijn ook wel wat dingen waarvan ik heb geleerd van, dat zou wel kunnen helpen. En dat is ook mijn ervaring. En dat zie ik ook in de implementatieonderzoeken die we hebben gedaan. Zie ik dat terug.
En dat lijken heel voor de hand liggende dingen, dat zijn het soms ook. Maar er zit eigenlijk ook steeds weer een heel wetenschappelijk verhaal achter. En het eerste is, en dat weten we als psycholoog ook allemaal, is als je wil dat mensen iets gaan doen, dan moet dat gedrag bekrachtigd worden. Dus wat je gaat doen, moet op de een of andere manier ook belonend zijn. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je moet gedragstherapie gebruiken om gedragstherapie te implementeren. En dat is iets wat gek genoeg psychologen dan zelf weer niet zoveel doen. Maar als je nou kijkt in reclame bijvoorbeeld, of in andere dingen, en ik zal er gelijk voorbeeld van geven, dan noem je dat ook nudging. Maar het beroemdste, het beste voorbeeld van nudging in Nederland is natuurlijk Hollebolle Gijs. Je wil dat mensen afval gaan weggooien en je zorgt dat dat, om dat te doen, dat dat al leuk is. En dus gaan mensen het doen. En speciaal voor de dames, het geheim van het herentoilet is dat, dat werd nogal eens vies. En er staat nu dus een doeltje in met een balletje, daar kun je op richten. Dat is leuk om te doen. Dus, en iedereen piest nu netjes in het potje, zeg maar. Dat is ook iets slim bedacht, hè, waardoor het gedrag op zichzelf al leuk is. Nou, daar ben ik, als ik naar mijn eigen ervaring kijk met het gebruik van e-health in de GGZ. Nou, ik kan jullie twee plaatjes laten zien. Deze, en, dat is, en daar ben ik dus enthousiast over. Het is virtual reality, dat heb ik zelf als cliënt maar gedaan. Hè. Dus ik heb ervaren hoe dat is, maar ik laat het cliënten ook doen. Je komt in een wereld bijvoorbeeld waarin mensen jouw drugs proberen te verkopen en jij moet nee zeggen, maar je hoort geluiden om je heen. Het is spannend, het zweet staat je ook op de rug, want het is echt spannend om te doen. Dat is leuk. Maar ik heb ook veel van dit soort dingen meegemaakt. En dat is dan een soort computerprogramma met tabellen, met allerlei dingetjes die je in moet vullen. Nou ja, zoek de verschillen. Dat maakt natuurlijk een heleboel uit. Hè. Die linkse, dat virtual reality, dat is gewoon ook echt leuk om te doen. En daardoor, als je dat een keer gedaan hebt, ja, ga je dat ook doen. Maar een heleboel van die e-health toepassingen, die zijn ook niet allemaal even belonend om te doen. En als we dan, hè, wat ik net vertelde, als je dan meerekent, dat eigenlijk die face-to-face behandelingen die we doen, dat we die ontzettend leuk vinden al, ja, dan zijn er maar weinig behandelaren die dat gaan doen. Dus dat is mijn eerste tip. Zorg dat het leuk is om te doen. Andere is, een ander model waar je naar zou kunnen kijken, is eigenlijk een heel bazaal model, Technology Acceptance Models, gebaseerd op Theory of Planned Behavior. En dat blijkt uit onderzoek dat voorspelt heel veel of mensen iets gaan doen of niet. En wat technologie aangaat, is het mooie van dit model, ze zeggen eigenlijk twee dingen zijn daarin belangrijk. Het gaat erom van, vinden mensen het nuttig en vinden ze het gemakkelijk in het gebruik. Nou, dat zijn ook twee dingen waarvan ik in mijn eigen implementatieonderzoek heb gezien dat hele cruciale factoren zijn of mensen het gaan gebruiken of niet. En dan, om daar wat dieper op in te gaan, de vraag, is het nuttig? Het is nuttig als het wat meer oplevert in, dan wat ik normaal al in een face-to-face gesprek doe. En dus als het alleen maar een invuloefening is, of het soort tabellen of hetzelfde soort uitleg, dan maakt het eigenlijk niet zo uit. En dan is die face-to-face leuker. Maar bijvoorbeeld om toch die virtual reality weer te noemen. Ik heb nu bijvoorbeeld een programma waarbij huiselijk geweldplegers bijvoorbeeld, dan nemen we op hoe ze het hebben gedaan in de virtual reality. En dan kunnen ze dan vanuit het perspectief van het kind kunnen ze naar zichzelf kijken. Dus dan zie je vanuit het perspectief van het kind twee ruziende ouders. Nou, dat is iets waarvan ik denk van, god, daar heb ik als behandelaar, heb ik dat natuurlijk heel vaak tegen die mannen gezegd. Van, stel je eens voor hoe dat voor jouw kind is. Dat komt toch wat minder aan als ik ze dat vraag, want dan bagatelliseren ze dat, totdat ze het zelf meemaken. En daarbij merk ik echt als behandelaar dan ook, dit is echt heel nuttig. Dit heeft veel meer effect dan als ik het alleen maar zeg. Ander belangrijk is, want daar wordt ook gezegd van ja, het verlicht je werkdruk. Nou, dat is lang niet altijd zo.
Dus ook daar denk ik is het goed om na te gaan, is als je dit wil implementeren, van kijk eens goed wat er allemaal bij komt kijken. En er zitten soms ook verschillende fases in, maar ook dat is niet altijd gelijk een voordeel wat ervaren wordt. En een ander punt wat ik wil noemen nog is, als je kijkt naar attitude ten aanzien van e-health bij behandelaren in de GGZ. We hebben een attitudelijstje ontwikkeld. En het bijzondere is als je mensen dan vraagt van, goh, wat vind je nu van e-health? Dan zie je dat de meeste mensen zijn er eigenlijk heel positief over. Toch zie je dan dat ze het niet allemaal gebruiken. En wat bleek, het was eigenlijk dat je in die attitude, daar kon je positieve aspecten inzien. Maar ook negatieve. En die negatieve zitten erin, is dat mensen zeggen van ja, het werkt wel, maar toch voor hele moeilijke cliënten niet. Of niet in alle situaties, of voor sommige mensen is het misschien toch een nadeel. En wat we zagen is dat vooral die negatieve aspecten van die attitude, die voorspelden uiteindelijk veel meer of mensen het gingen gebruiken dan die positieve aspecten. Dus dat is ook belangrijk als je start aan zo'n traject. Is als je dan alleen vraagt aan mensen van vind je het nuttig, zo, dan zeggen ze allemaal ja. Maar dan gaat het ook van, maar zie je ook nadelen? Dat is eigenlijk een veel interessantere vraag nog om te stellen. En dan het gemak. Is het gemakkelijk om te gebruiken? Nou, daar heb ik ook heel veel variaties in gezien. Op het moment dat je een hele uitgebreide training moet hebben, of een voorbereiding om ermee te kunnen werken, echt de meeste mensen gaan dat niet doen. Want daar hebben we gewoon de tijd niet voor. Dus dat gebeurt niet. Het systeem moet ook intuïtief zijn. Als je merkt dat je daar steeds in vastloopt, dat je steeds weer na moet denken, hoe zat het ook weer? Of je komt op de verkeerde plek uit. Dat is na een paar faalervaringen gaat dat dan ook niet goed. Dus het prettigste is eigenlijk met, net als dat je een app op je telefoon hebt, dat je daar niet iets over hoeft te lezen, maar dat je gelijk kan gebruiken en het werkt. Zo moet het ook met dit soort e-health dingen zijn. Eigenlijk moet er weinig training zijn en moet je eigenlijk wel een beetje aanvoelen hoe het werkt. Dus ook, en ook belangrijk, geen lange voorbereidingen op te starten. Behandelaren zien, de agenda's zijn helemaal volgepland, dus ieder uur heb je een cliënt. Als je dan nog eens apparatuur neer moet zetten, het ergens anders vandaan moet halen, de meeste mensen gaan het niet doen. En dat lijken hele simpele dingen, maar het gaat vaak mis om dit soort simpele dingen. En dan zie je dat er hele dure apparatuur, dingen die in potentie heel veel kunnen, is dat dan niet gebruikt wordt. Ander interessant punt vind ik nog eens om te kijken van naar intrinsieke motivatie. Dat is een onderwerp waar ik veel mee bezig ben geweest, om te kijken van hoe kun je er nu voor zorgen dat mensen dingen iets uit zichzelf gaan doen. Hè? Extrinsiek doe je omdat dat van anderen moet. Intrinsiek is omdat je dat vanuit jezelf voelt dat je dat zou moeten doen. En de vraag is, kun je dat beïnvloeden? En daar is gelukkig een hele goede, ik moet heel erg opschieten zie ik, een theorie voor. En dat is de zelfdeterminatietheorie van Daisy en Ryan. En die zegt van, mensen gaan het nieuwe gedrag doen als het tegemoet komt aan drie basisbehoeftes. En dat is autonomie, dat is competentie. En dat is verbondenheid. Dan ga ik even snel doorheen. Maar autonomie betekent dat mensen het gevoel moeten hebben dat ze in enige mate zelf kiezen om dat nieuwe ook te doen. Dus ook om e-health te gebruiken is het belangrijk dat je dat niet van bovenaf implementeert, maar dat je eigenlijk veel meer een soort participerende implementatie hebt, waar mensen meedenken over hoe je het dan doet. Dat je ook enige variaties in het gebruik toestaat, dat het niet allemaal volgens een strak protocol moet, maar dat er ook wat mogelijkheden zijn om daar je eigen kleur aan te geven. En wat ik helaas ook veel zie is dat in de GGZ wordt gezegd, ja, we moeten dat nu eenmaal van de zorgverzekeraar, dus we gaan dat doen, je moet wel. Ja, dan kom je niet tegemoet aan dat gevoel van autonomie. Tweede basisgevoel is competenties. Dus mensen moeten het idee hebben van ik ben een betere behandelaar als ik dit gebruik. Hierin is feedback heel erg belangrijk. Dus hoe meer je het hoort, en vooral als je het van cliënten hoort, is dat zij zeggen, ja, dit bevalt echt heel erg goed. Dan betekent ook dat je dat vaker gaat gebruiken. Want je hebt het idee, ik word een betere behandelaar. Doe dat in kleine stappen ook. Geef vooral feedback over wat er wel goed gaat. Laatste
basisbehoeften, verbondenheid. Dus doe dingen vooral ook met elkaar. Dus niet alleen via de mail een gebruiksaanwijzing en laat iedereen het doen. Maar vooral daar met elkaar over dat intiemverband doen. Betrek ook cliënten bij de implementatie. Dat maakt ook door die verbondenheid zijn mensen ook meer bereid te doen. 4 succesjes. Dus belangrijk dat het ook iets is wat echt een beetje leeft zo binnen de teams. En ook bijvoorbeeld presentaties geven of wat wij ook altijd deden was dat bijvoorbeeld een artikeltje schrijven over iets wat we hadden uitgeprobeerd. Dat zorgt dat je ook met z'n allen iets doet en dat geeft dat gevoel van verbondenheid, wordt daardoor sterk. Dus ook meer kans dat mensen het uit zichzelf gaan doen. Dan nog even heel kort. Belangrijk is ook bij implementatie dat te kijken naar groepsprocessen. Vaak in de GGZ wat we doen is, dan willen we dat iedereen het gaat doen. En ik gebruik altijd de Diffusion of Innovations theorie van Rogers. En dat gaat erover, die zegt je kan eigenlijk mensen in groepen verdelen. En je hebt mensen die vinden het leuk. Dat zijn de early adopters, die doen het als eerste. Maar je hebt ook, en heb je een soort middengroep. Maar je hebt ook mensen, wat je ook doet, die gaan het toch nooit leuk vinden. Dus die chagrijnige collega die iedere vernieuwing, iedere innovatie al niks vindt, richt je daar dan ook niet op. Ga vooral kijken, wat zijn nou de mensen en vooral mensen ook die anderen kunnen enthousiasmeren. Dus mensen, sleutelfiguren, mensen die iets prankelends hebben in de organisatie waar iedereen wel mee wil samenwerken. Zorg vooral dat die het gaat doen en laat die anderen, richt daar ook je aandacht wat minder op. Oh, die hoefde niet. Ten slotte dan, wees realistisch. Dus ik denk belangrijk ook, erken ook dat het niet altijd het wondermiddel is. Soms is het gewoon ook niet effectief. Het vraagt ook veel tijd en aandacht. We hebben pas nog een onderzoekje gedaan waarbij we ook gekeken hebben hoeveel behandelaren, hoeveel ze aandacht ze besteden face-to-face aan e-health. En het bleek, hoe meer erover gepraat werd in het gesprek, hoe meer tijd de cliënten ook de applicatie gebruikten. Dus ook belangrijk te zorgen dat je het niet iets is wat je zegt van nou, dat kan je ook nog doen en er geen aandacht meer aan geeft. Dus als die behandelaar moet gemotiveerd, anders dan kan die cliënt ook niet motiveren, blijkt daaruit. En denk er dus altijd eens van, wat is de romantiek van het vak? Daarom doen mensen dit. Dus zorg ook altijd dat je een soort blended vorm hebt, waarbij je ook die specifieke competenties van behandelaren, dat ze daarmee ook uit de voeten kunnen. Dit is eigenlijk de boodschap die ik wilde hebben. Dus een boodschap realisme, maar ook met hoop, hoop ik. Dankjewel Arno, heel mooi. En sluit ontzettend goed aan bij bijvoorbeeld Miel, die eigenlijk de vraag had, wat kan de praktijk nog meer toevoegen aan het realist review wat ik aan het maken ben. En het sluit denk ik ook heel mooi aan bij het verhaal wat er hierna komt. Dus ik wil eigenlijk vragen, gezien de tijd, maar ook omdat het mooi op elkaar aansluit, dat we Monique uitnodigen om hier...